ik ben Rianne de Vries. Ik ben de juf van de dansers hier bij de Sacro Veldbokaal 2013. Hier is de finale in de harmonie. Vandaag gaan alle kinderen dansen tegen elkaar. En wie wint de Sacro Veldbokaal 2013? Heel spannend. Er doen 75 paren mee. En het is nu wie wordt nummer 1. De paden gekozen naar de kwartfinale, die is net gedanst. En nou, zo meteen wordt bekend welke door zijn en dan komt de halffinale. Ja, wat hier weer georganiseerd wordt door Sacro Veld is een geweldig evenement. Dat 1200 mensen in de zaal, 150 kinderen die omstrijden om het beste dansen. Dus dat is goed voor sport, het is goed voor samenwerking en niet te bescheiden zijn. Ik hoop dat heel veel kinderen ook blijven dansen en sporten. Dus het is echt weer een top evenement en we zullen straks zien wie er gaat winnen. Nou, het zit er nu helemaal op. Ik heb een heel voldaan gevoel. Supermiddag, 1200 mensen in de harmonie. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt op het podium, zo'n toernooi. Ik denk dat het voor Leeuwarden, maar ook voor Nederland en zeker voor Europa, we hebben het nagekeken, een uniek toernooi is. En daarom denken wij ook dat dit ook een boost kan geven om de nominatie inderdaad om te zetten. En dat we culturele hoofdstad van Europa worden. Het zal helemaal te gek zijn. Ik ben apentrots op een leerling. Ik ben apentrots op een vrijwilligers. Kortom, het was gewoon top.